We hebben het in New York gekocht, Manhattan. U liep voorbij die winkel, u zag hem en u was verliefd. Nou nee, we zijn naar binnen gegaan en hebben toen heel veel maskers gezien en beeldjes. En verzamelen jullie maskers? Nou, in die tijd vonden we Afrikaanse kunst toch wel aantrekkelijk. Ja. Ja. Het was in 1980. Ging u er ook voor naar Afrika of niet? Als nee, je dat nee, daar ben ik vond? Nog nooit geweest. Ja. Dat zou je logisch ja. denken van nou, dan gaan we ze daar halen waar ze vandaan komen. Nee. Dat niet. Dat hebben we niet gedaan. Heel verstandig dat u niet naar Afrika bent geweest, want in Afrika kan je dit niet kopen. Alles wat je in Afrika koopt op dit moment is eigenlijk gewoon nieuw. Zo, dat is 1-0. Ja. Dit komt uit het gebied van Ivoorkust. En daar heb je het grote gebied waar ze dit soort maskers maken en het is Baole. Maar naast de Baole heb je een bijstam die eigenlijk belangrijker is en toch ook wel misschien wel mooiere maskers nog maakt. En dat zijn de Guru. Daartegenaan liggen de Jauren. Dus het is een groep van 3 belangrijke gebieden waar hele mooie dingen gemaakt worden. En dit is iets wat heel goed aansluit bij onze klassieke Europese kunst. Als je dit ziet, dit vindt iedereen meteen mooi. Iedereen zegt, god, wat is dat verfijnd gemaakt. Als je de sneden van de neus ziet, het mondje wat even pruilt, hè, met die tandjes. Die prachtige tatoeages hier, hè, dat is een sneetje wat te doen. Dus de as in gaat het ontsteken en dan krijg je die mooie bulten allemaal. Mm-hmm. Prachtig opgemaakt haar. Lady Gaga haar. Oh. En dat is het bijzondere. Deze maskers zijn dan ook zeer gewild. Dit is een masker wat gemaakt is door de Guru, stam. En die maken ook hele klassieke maskers. Het fijne van Guru is altijd dat je een hele scherpe leiding hebt. Van de neus bijvoorbeeld. De mond die heel mooi vooruit staat. Heel verfijnd haar. Soms zit hier nog een beest op, een ritueel beest. Deze maskers die worden natuurlijk gebruikt om te dansen. Een initiatiemasker. En het is voor vrouwen en kinderen verboden in het Guru-gebied om dit soort maskers te zien. Dus die worden eigenlijk weggehouden. Omdat er een oud verhaal is dat je als je naar, als vrouw naar zo'n masker kijkt, dat je overlijdt. Nou, dat wil niemand natuurlijk, hè? Nee. Dat is logisch. En zo komt dat. Dus die worden heel erg beschermd, dit soort maskers. Maar het is een initiatiemasker voor mannen dus, voor jongens? Ja. En er wordt mee gedanst. Nou, en als die jongens dansen in Afrika, dan doen ze het echt, hè? Ja. Dat heb je wel eens gezien, natuurlijk. Een soort Engelse wals, maar dan anders. Prachtig. Er zitten hier gaatjes allemaal omheen. En dat is natuurlijk om dat masker in te pakken, als het ware, in textiel of in raffia. Dat hebben ze ook heel vaak. En dat dekt dan de hele figuur af. En alleen het masker wordt dan zo gedragen. Men kijkt hier doorheen. Dat is open, dan kun je zo doorheen kijken. En men danst daar dan mee. En wat voor variatie zit erin? Zien ze er allemaal hetzelfde uit? Of? Eigenlijk, over het algemeen zien ze er allemaal hetzelfde uit. Maar er zijn natuurlijk details. Wat ik al zei, er zijn maskers waar hier een beest op zit. Of er zijn maskers waar dit iets meer geprononceerd is. Maar als type, ook de belijning die je hierin ziet, dat zie je heel vaak bij de Guru. En als je dan geïnitieerd bent, mag je mee naar huis nemen. Dat is dan het bewijs dat je erbij hoort. Nou ja, zo denken wij. Maar zo denken ze niet in Afrika. Hoe denken ze in Afrika dan? Nou, in Afrika is dat natuurlijk een heilig ding. Wat natuurlijk een magisch ding is. En het is geladen. Dus de meer de medans, des te meer zo'n masker geladen wordt. Dat is altijd in Afrika. Mensen laden dingen op om contact te hebben met de voorouder. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het is een tussenfase tussen de hemel en de aarde. En daar staat dan zo'n religieuze figuur. Om contact te maken met de voorouders. Ik wil nog even blijven bij dat vrouwen en meisjes dat niet mogen zien, dat masker hebben. Dat zou onheil voor ze brengen. Geldt dat ook voor na de initiatie? Want als dat masker blijft bestaan, worden die dan verborgen? Het wordt verborgen. Het is niet zo dat je dat zo mag zien. Goed, nou ja, een prijs. Een prijs, 8500 euro. Zo. Nou, dat had ik niet gedacht.